allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. What I eat in a day, de quarantaine special. De afgelopen weken besteden we echt veel meer tijd in de keuken. Experimenteren met nieuwe gerechtjes. Een beetje bakken hier en daar, wat ik echt nooit in mijn leven heb gedaan. Ik merk dat ik het heel leuk vind om te doen samen met Eloy. Ik doe even deze intro op het midden van de dag, want ik ging net even door de beelden heen. En ik had eigenlijk de intro van deze video vanochtend rond een uur of 7 opgenomen, maar die was niet zo heel erg enthousiast. Zoals jullie misschien kunnen voorstellen na best wel een heftige nacht. Ik heb dus al het een en ander gemaakt. Ik denk dat het, ik hoop dat het leuk gaat worden. Ik hoop dat jullie een beetje kan inspireren met wat leuke gerechtjes en snacks en noem maar op. Ik ga straks lekker de keuken weer in om pasta te maken, maar dat gaan jullie allemaal zo meteen zien. We gaan nu even terug naar vanochtend. Uurtje of 7. En ik maak altijd graag zelf granola, dus het doe ik ook nog een beetje overheen. Ready! Het ziet er niet mooi uit, maar het is super lekker. Mijn favoriete snack in het leven. Ingrediënten voor vanavond die ik ga maken. Wat ik natuurlijk aan jullie ga laten zien. En wat ik straks lekker ga maken voor the boys. Koekjes voor Joa. Ik ga straks een van mijn favoriete eigerichtjes maken met scrambled eggs. En olijfjes. Nou, ik laat jullie zo meteen zien. In ieder geval een gerechtje dat ik heel graag eet. Bij Koffie en Coconuts in Amsterdam. Maar die je dus ook heel makkelijk thuis kan maken. Lekker dan, hè? Ben ik scherp? Hè? Ben ik scherp? Ja, maar ik ben wazig. Zie je de vaat op de achtergrond? Ik heb nog een keuken die ik een beetje soort van uit beeld heb gemaakt. Oh ja, shit. Ja, nee. Wacht even. Doen we hem zo. Oké, wat heb je nodig voor dit recept? Eloy, ga jij met mama herhalen? Wat heb je nodig? Eieren? Eieren. Feta? Lekkere tagliatische, noem je dat zo? Oh, tagliatische. Tagliatische. Olijven. En lekker wat koriander. Koriander. Heel goed, schatje. Ook avocado's. Dus, en wat gaan we doen? We gaan de eitjes lekker scramblen. Hou die maar vast. 1 ei. Oké, er zitten 5 eitjes in. Gaat Ilo gaat roeren. Wacht, doe nog een klein scheutje melk bij. Oké, toch maar eventjes gewacht totdat Ilo is gaan slapen. Want zo'n video opnemen met van die kleine mensjes de hele tijd om je heen is gewoon niet te doen. We hebben wel samen de eitjes geklopt. Ongeveer 5 eitjes. Dan doe ik een beetje olijfolie in de pan. Heb je al een beetje trek, liefie? Ja, dat is echt. Kook echt, dat kan niet meer. En om je broodje verder mee te beleggen, doe je eerst lekker wat avocado erop. Dan doe je de eitjes eroverheen, een beetje vetten eroverheen, de olijfjes en koriander.
alsjeblieft. Ja. Heerlijk. Eet smaak. Kijk, Roosje die is nu de kleine naar bed aan het brengen. En als ik haar gelukkig kan maken, dan is dat met een bakkie. Dus deze machine die hebben we nu sinds een maandje of twee. En Roosje drinkt het altijd met amandelmelk. Dus ik ga even lekker een bakkie maken terwijl zij Joe in bed gaat leggen. Zo. Cheers. En is het nu tijd om lekker sapje te maken? Hé, Eloy, ga jij mama helpen? Oh jee. Nou, we gaan lekker sapje maken. Hé, Eloy? Ja. Beetje zo, toch? Ja, kijk, hier staat soft en hier staat hard. Dus als je, dit zijn gewoon de zachte fruit en dit zijn wortels en appels. Die moeten iets steviger. Oké, maar deze is wel, mag zo, toch? Ja, zeker. Dus gewoon zo erin gooien en dan dat ding erin. Zo, wat goed voor jou. Oh, kut. Oh, nee. Nou, dit meen je niet. Oh, straks is stil maar. Ja, maar hij schrok. Het leek wel bloed of zo wat eruit wilde kijken. Die moeder van jou is echt. Het is niet erg dat je mama was vergeten de kan eronder te zetten. Kan gebeuren, hè? Dit is echt zo typisch iets voor mij. Oh man. Oh popje, dat is helemaal. Ach, zo zielig. Sorry, ja. Eloy. Misschien dat papa het beter kan doen. Oh, alles is gesneden. Ik heb alles gesneden. Joh. Kijk eens. Wat een voorbereiding. Dit doen we natuurlijk ook nooit. Maar hè, voor de video ziet het er gezellig uit. Wat? Nog een keer. Heel simpel eigenlijk. Hè? Dit bestaat uit twee elementen. En deze die maak je eraan vast. Zo. En deze die moet je erop doen als een vergrendeling. Oh, zo. Oké, nou, Eloy, papa gaat het nu doen. Nu ben je meer veilig. Wow, het zit helemaal op het plafond. Oh ja, en op mijn shirt ook. Hoppa, de bietjes. Appeltje erin. Appeltje erin. Wow. Schatje. Worteltjes erin, Eloy. Cheers! Toch is die bleekzaal eruit wel lekker, hè? Ja, is echt lekker. Mega lekker. Het is gek, het maakt een beetje zoutig of zo. Mm. Ja, liefje, je krijgt ook. Ja, het is nu 4:00 en dit is echt zo'n tijd dat ik zin heb in een snackie. Mijn favoriete snack, wat ik echt iedere dag kan eten, is popcorn. En vooral lekker gezouten popcorn. Heerlijk. Maar als ik een beetje gezond wil doen. En dit snackje heb ik gezien bij mijn lieve vriendin Rachel. Van de Huismuts. Die liet dat laatst zien in een van haar vlogs. En dat vond ik toch echt zo'n goed idee. Want het is ook toch een soort van gezond. Het is lekker zoutig, want daar heb ik rond deze tijd dan toch wel heel veel zin in. En het is gewoon een beetje alsof je een soort van sushi komt, namelijk door de sojasaus natuurlijk en de sesamzaadjes. Dus, oh ja, het is een avocado. Gaat goed dit. Och man, deze video, ik ben benieuwd wat het gaat worden en of het überhaupt iets gaat worden. Want ja, zoals jullie misschien al wel hebben gezien, ben ik niet echt de handigste die hier rondloopt op deze aardkloot. Een avocadootje, dus een kleine avocado. Blokjes. Het is echt het allersimpelste ooit, maar het is echt zo lekker. Precies waar ik dan nu zin in heb. En dan voel ik me er ook niet zo schuldig over als ik het eet. Oh, dat is echt nog maar een heel klein beetje. Ik heb er een beetje sojasaus overheen gedaan, die nu dus op is. En dan doe ik er wat sesamzaadjes overheen. En dit echt, het is zo lekker, want het is gewoon, de avocado is lekker zacht. De sojasaus is lekker zoutig natuurlijk. En dan die sesamzaadjes geven het gewoon zo'n lekker crunchy bite. Dat is het. Super simpel. En eet ik het heel regelmatig. Heerlijk. Nou. Oh, je vroos. Ja, die stond even op voor Eloy. Betrapt. Ik ga weer, verder met editen. Hey! Eloytje!
Ik wilde net gaan beginnen met het eten. Ja. Nee, serieus, ik sta helemaal ready. Okay. Helemaal. Oh jee, ja, ik snap dat je oh jee zegt als mama in de keuken staat. Echt professioneel met mijn wc-rol, want we hebben geen keukenrol meer. Ik was dus echt, nou man, bezig. Open a bitch. Ja, maar wat is het voor dop? Snap jij dit? Zij, ik heb zoveel zin in deze rosé, maar ik heb net... Oh man. Wat is het voor rare dop? Zo duidelijk. Roos. Auw. Zou ik even zin in een roos hebben? Goed. Kom, even zitten hier. Of hoort je even weer? Maar het gaat weer goed. Auw. Waarom heeft die pakje? Ja, nou die heeft je zo'n beetje. Dat gezicht van hem. Zo, oh. So, dat is mijn mood als ik naar die fles ga. Cheers! Cheers! Ja, jij mag ook drinken hoor, schatje. Heel lekker. Ik heb zo'n flesje gechipt. Heerlijk. Oké, ik ga lekker pasta maken. Ja, het is echt gewoon mijn lievelingseten. Nadat je de champignons hebt schoongemaakt met een doekje, ga ik ze snijden. Ik heb een klein knoflookje, twee teentjes knoflook in de pan gedaan. En olijfolie natuurlijk. En nu heb ik de champignons erbij gedaan met wat tijm. Lekker spaghetti erbij koken. Dan doe ik hier zo meteen een klein beetje kookroom bij. En natuurlijk heel veel parmezaanse kaas zo meteen. Lekker wat kookroom aan toegevoegd. En nog wat extra tijm. En dan breng ik het zo nog wat meer op smaak met wat peper en zout. Lekker, Moepie. Alsjeblieft. Die nootje zit er ook lekker voor. Nou, dit is het resultaat. Volgens mij heb ik het een beetje rommelig gefilmd. Sorry daarvoor, maar het is echt heel simpel. Gewoon lekker kastanje champignonnetjes. Het knoflook. Tijm. Een beetje kokeroom. En heel veel parmezaanse kaas eroverheen. En natuurlijk spaghetti. En dat is het. Eet smakelijk. Eet smakelijk, Moepie. Op. Het is helemaal op. En wat voor cijfer geef je het? 9,5. Ja. Wow. Ja, Roos, je hebt het super goed gedaan. Ik zou misschien. Oh, ik zou misschien zelf ietsje pittiger gemaakt hebben. Ja, het is wel heel neutraal, inderdaad. Maar ik hou er zelf wel van. Ja. Ik vind het altijd lekker pasta's die niet zo heel veel ingrediënten bevat. Vind ik toch vaak het lekker. Maar ik zou misschien een klein pepertje toevoegen. Maar die tijm is super lekker erbij. Of ik denk ook dat salie of oregano heel goed erbij is. Zeker. Ja. We gaan deze video maar even afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Even totaal anders. Dit is echt de hele dag alleen maar. Het is één chaos. Eén chaos. Het is één ongelooflijk. Ja. Het was even een heel ander soort video dan jullie van mij gewend zijn. Maar ik vond het wel heel leuk om te doen. Maar ik ben echt een kookrookie, dus alsjeblieft wees een beetje lief in de comments. Ga niet zeggen van Roos, wat doe jij? Ja, laat die knoflook niet aanbranden in de zulke hete olie. Ja, dat ging niet helemaal lekker inderdaad, ja. Maar ik vind het gewoon heel leuk om te oefenen. En ja, je moet oefenen om beter te worden. Sowieso, het hoeft ook allemaal niet perfect te zijn, ouwe. Nee, maar het was wel lekker, toch? Het was heerlijk. Heb je lekker gegeten vandaag? 9,5 zei ik toch? Ja, dat is wel een goed cijfer. Dat is vrij hoog. Moet ik het vaker doen, schatje? Koken bedoel je? Zo'n What I Eat in a Day video. Jij hebt wel geprofiteerd, dus ik heb alles gemaakt. Nou jongens, heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Papa zet even zijn noise cancelling headphones op. Mama ook. Zo, wow. Doei! Zo, lekker glas, hè?